Hallo, vandaag wil ik het hebben over een onderwerp die mij heel erg aanbelangt en die nog uh, belangrijker is voor mijn alter ego, Cookie Monster. Uh, ik ben eigenlijk zelf ook een uh, geboren Cookie Monster. Ik hou van zoet, ik hou van koekjes eten en allerlei vormen. Um, ik besef al langer dat dat niet, de meest gezonde, of niet het meest gezonde onderdeel is van mijn levensstijl. Maar onlangs, een paar maanden geleden, kwam ik in contact met een lezing op YouTube van dokter Lustig. Dat is een arts die bezig is met vooral met kinderen en obesitas en metaboolsyndroom. En hij had een heel interessante video over, over suiker en het suikermetabolisme. En ik wil graag mijn ervaring delen daarover. Um, in, in eerste instantie uh, heeft, het mij, heeft die lezing van hem mij gemotiveerd om te proberen om een tijdje zonder suiker te leven en vooral zonder toegevoegde suikers en fructose. Um, het effect is uh, zeer intens geweest en, en is ook heel mooi in die zin dat ik af ben van mijn hoge bloeddruk, want ik had een uh, licht verhoogde bloeddruk waarbij dat de artsen mij steeds adviseren om gewoon minder zout te eten. Maar hoe weinig zout ik ook at, eh, ik bleef diezelfde orst voelen eh, en, en mijn bloeddruk die bleef relatief hoog. Dat eh, 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 is nog niet alarmerend, maar toch een 15 over 10 gemiddeld en ik kreeg die niet makkelijk naar beneden. Eén eh, week in mijn nieuwe experiment, mijn dieet en eh, mijn bloeddruk die was terug genormaliseerd en twee maanden verder en die is nog steeds normaal. Dus het is uh, niet echt toeval, het, het blijft zo. Um, en de grootste wijziging die ik heb doorgevoerd is niet, niet specifiek minder eten, maar vooral geen fructose. Dus geen toegevoegde suikers en geen vruchtensuikers eten. Het proces om eruit te stappen is, uh, is, was best wel heftig. Uh, vandaar dat ik dat ook wil delen. Uh, om mensen te motiveren, uh, om, om hard onder de riem te steken, dat het effectief niet zo simpel is, niet zo eenvoudig is en dat het uh, een behoorlijke inspanning vergt. In eerste instantie ben je een, een stuk van je vluchtgedrag kwijt. Uh, je kan niet gaan eten omdat je gefrustreerd bent of veel koekjes eten omdat je niet zo lekker voelt. Dus dat valt weg. Dus die, die confrontatie met jezelf moet je aanhangen, maar ook fysiek. Merk je dat je metabolisme helemaal overhoop ligt en een tijdje nodig heeft om zich te herstellen? Een, een onderdeel daarvan was dat ik in de eerste, toch zeker twee weken, een, een bijna voortdurend hongergevoel had, zelfs onmiddellijk na de maaltijd. En daar zijn eigenlijk allemaal heel logische verklaringen voor als je kijkt naar hoe het metabolisme werkt. Uh, die dokter Lustig, ik, ik ga de gegevens van zijn website uh, onder deze video uh, delen. Uh, die, die doet dat in zeer groot detail uh, uh, met alle wetenschappelijke uh, informatie over het metabolisme en het suikermetabolisme enzovoort. Uh, dat, dat kun je dan allemaal daar vinden. Ik ga daar een heel korte en eenvoudige samenvatting van geven. Um even kijken waar het eigenlijk mee begint en we gaan de Cookie Monster laten zitten hier. is of waar hij ook zijn betoog mee begint is dat een calorie niet zomaar een calorie is. En en het klassieke paradigma is zo dat als je wil vermageren, dan gaan we kijken naar de input van calorieën en naar de output. En men gaat de input verminderen en de output verhogen. Dus dat betekent dat je gaat op dieet, je eet minder en tegelijkertijd probeer je meer te bewegen. Calorieën die verdwijnen door te bewegen, dat is gewoon een feit. En als je beweegt, dan verbruik je een aantal calorieën. En het aantal calorieën dat je verbruikt hebt, heb je ook verbrand en die ben je kwijt. Bij de intake van calorieën is het een beetje anders. De kwaliteit van die calorieën speelt wel degelijk een rol. En, uh, suiker is eigenlijk een vorm van een lege calorie. Het is eigenlijk, um, zo kunnen zeggen, bijna waardeloos voedsel. Hey, maar het veroorzaakt wel een handse uh, keten van reacties in je, in je systeem. Uh, de, de uiteindelijke reactie op langere termijn is dat je evolueert in de richting van wat we noemen metaboolsyndroom. Bij onderzoek naar dat metaboolsyndroom heeft men iets uh, Grappes, maar ook schrijnens ontdekt eigenlijk. En dat is onderzoek die gebeurd is in de VS, maar die uiteindelijk te extrapoleren valt naar de Hanse wereld. Want het is een fenomeen die we zien terugkeren in de Hanse wereld. En men is begonnen met onderzoek te doen naar mensen die zwaar leven zien. En daarom heeft men eigenlijk gezien dat 30% van de bevolking geneigd is of last heeft van zwaar levenheid. En van die 30% is er ongeveer 80% van alle zwaarlijvige mensen, is er 80% ziek. Uh, in, in de zin dat, die, dat daar sprake is van metabool syndroom en dat ze een van die symptomen hebben. Dus dat betekent ook dat 20% van de mensen die zwaarlijvig zijn, perfect gezond zijn. En ook al kan onze ziekte, in, in de ziekteverzekering uh, ons geen centen kosten, eh, en dus eigenlijk een perfect normaal gezond leven leiden. Ook al zien ze er zwaar uit. Aan de andere kant, de andere 70% van de bevolking... Zien we dat 40% daarvan eigenlijk dezelfde ziektesymptomen hebben? Dus die leiden eigenlijk ook aan dat metaboolsyndroom. syndroom, alleen kan je het aan de buitenkant niet zien. Ze zien er slank uit, ze zien er sterk uit, maar eigenlijk is er in, de, in het interne metabolisme wel degelijk een probleem. En uiteindelijk is dat in nominatieve nummers, dus het totale aantal mensen die uh, in, in deze groep zitten, veel hoger dan bij de mensen die uh, zwaarlijvig zijn. Dus eigenlijk, uh, daar waar heel vaak gekeken wordt naar zwaar levende mensen als uh, het is hun eigen schuld. Uh, ze, ze kosten ons veel, uh, ze wegen zwaar door op de, uh, op de ziekenzorg. Uh, nu in deze tijd van corona is het ook al vermeld geworden dat uh, heel veel uh, mensen die uiteindelijk uh, op de intensieve terechtkomen, zwaar levende mannen zijn. Uh, ook daar weer worden ze het mikpunt van. Uh, daar ligt een oorzaak van ongezondheid, maar eigenlijk deze studies tonen aan dat dat eigenlijk helemaal niet klopt, dat er minstens evenveel mensen zijn die niet zwaar leven zijn, die ook intern even ziek zijn. En dat is belangrijk om te onthouden. De grootste oorzaak van metaboolsyndroom is suikerinname en vooral de inname van fructose en toegevoegde suikers. Want ons lichaam heeft om, om energie op te wekken heeft het suiker nodig, Suiker in de vorm van glucose. En in de chemie is dat een koolstofring met zes koolstofatomen, dus dat ziet er zes hoeken uit. Fructose heeft er maar vijf, dus dat ziet er anders uit. En het metabolisme van fructose is helemaal anders. Fructose vinden we terug in fruit, in honing en in de meeste suikers. Glucose, en zuivere glucose, vinden we terug in zetmeel. Dat zijn een aantal glucoseketens achter elkaar. Glucose kan door het hele lichaam gemetaboliseerd worden. Dus alle cellen die, die hebben glucose nodig als brandstof. Fructose kan alleen gemetaboliseerd worden in de lever. En als er een grote hoeveelheid fructose binnenkomt, dan zet die onmiddellijk alle levercellen in gang om uh, om te proberen om die suiker op te slaan. Enerzijds zijn glycoheen, wat vanuit fructose eerder moeilijk is. Anderzijds zijn triglyceriden, die dan opgeslagen worden in de cellen van de lever. Dus eigenlijk, uh, om het heel simpel te zeggen, heeft fructose hetzelfde effect als alcohol op de lever. En dat is precies een gelijkaardig metabolisme. En dat is hetzelfde voor de hersenen. Fructose is even verslavend als alcohol. Fructose zorgt er ook voor dat ons brein geblokkeerd wordt als het ware. Er is geen stop meer op eten. Er zijn bepaalde enzymes. En dat is uh, leptine, enzymen leptine, zorgt ervoor dat als we eten dat ons brein weet: ik heb genoeg. Er is een verzadigingsgevoel. Bij het eten van heel veel suikers op lange termijn Raakt het leptine, raakt ons brein eigenlijk leptine-resistent. Dus ons brein, ondanks het feit dat we eigenlijk al verzadigd zijn, uh, heeft nog steeds de indruk dat we aan het verhongeren zijn. Dus er ontstaat daar een blokkage. Uh, op lange termijn, te veel toegevoegde suikers eten, zal ook het handse metabolisme van suiker verstoren, niet alleen in de lever, maar ook in de pancreas. Uh, er gaat in, in eerste instantie een overaanbod komen aan insuline, dus er zal veel te veel insuline zijn ten opzichte van de glucosespiegel in bloed, waardoor, dat, waardoor dat, er, eh, dat steeds moeilijker wordt om eh, toegang te krijgen, actief toegang te krijgen tot de voorraad aan suiker. In eh, nog verder stadium zal er zelfs een eh, resistentie ontstaan tegenover insuline, waardoor dat er Ondanks het feit dat er glucose, suikers in het bloed aanwezig zijn, de cellen en de spieren geen toegang meer hebben. Je kan je inbeelden dat dat geen aangenaam gevoel is als dat, als dat gebeurt. En een en bewijs in de praktijk dat dat inderdaad zo werkt, is het volgende: geef suiker aan kinderen. Kinderen die niet obese zijn, dus die niet zwaarlijvig zijn en die een normaal eetpatroon hebben, die zich goed voelen, die normaal gezond zijn. Als je die heel veel suiker heeft, of bijvoorbeeld bij pasen uh, chocolade, het effect is onmiddellijk zichtbaar. Ze worden een springend veld, ze worden heel wild, er is heel veel energie beschikbaar. En dat is ook wat fructose doet. Fructose zorgt ervoor dat je heel snel heel veel energie kunt krijgen en dat je die ook ter beschikking hebt. Dus enerzijds is dat iets positiefs. Anderzijds, als je dat blijft doen, dan raakt dat systeem, zou je kunnen zeggen, oververmoeid en uitgeput... En kan het je handel metabolisme verstoren. En eens dat metabolisme verstoord is, ga je merken dat als je suiker eet, het niet meer die, dat effect heeft van meer energie. Integendeel, het zal het effect hebben van een soort vermoeidheid en een drang om nog meer suiker te gaan eten. Dus in plaats van een verzadiging, ga je eigenlijk geneigd zijn om steeds meer koekjes te eten. En dan word je een echt koekiemonster. Um, Verder gaat dat met je hele systeem, via dat metabolisch syndroom, voor allerlei klachten zorgen. En ik ga die misschien vlug even overlopen. En, wat er zal gebeuren, is dat er eerder vetafzetting zal zijn in de organen. Dat is ook de reden waarom dat dunne mensen ook ziek kunnen zijn van binnen op deze manier. Want je ziet het niet zozeer aan de buitenkant. Er is geen, niet zoveel vetweefsel aanwezig op de gewone plekken, maar wel in het abdomen. In de organen zelf. En dat is eigenlijk de meest gevaarlijke plek. Want een beetje reserve aan de buitenkant is eigenlijk zelfs gezond. Uh, dat zorgt ervoor dat ons immuniteitssysteem sterker werkt. Een ander uh, onderdeel van metabolisch syndroom is ontstekingen, heel erg ontstekingsgevoel. Insulineresistentie is er een onderdeel van. Dus, uh, ondanks het feit dat er insuline is, uh, wordt, die, wordt die in de cellen niet meer herkend, dysfunctie van de lever. Uh, Waarbij het Hansen vet- en glucosemetabolisme overop ligt. En, en dus het ontwikkelen van een vette lever, net zoals bij alcoholmisbruik, kan daar ook een gevolg zijn. Type 2 diabetes en dan, vooral, en dan ook hart- en bloedvatziektes, zoals aderverkalking, hoge bloeddruk en andere hartproblemen. In het verlengde daarvan kan je ook, zeker door die ontstekingsprocessen, kan je ook allerlei klachten krijgen in het bewegingstelsel, in je vrichten en in je spieren. Dus met andere woorden, suiker is niet gezond. En zeker fructose en toegevoegde suikers. Uh, jammer genoeg is het zo dat in bijna alle, alles wat klaargemaakt wordt er heel veel toegevoegde suikers zitten. Uh, ik heb een zoektocht gedaan bijvoorbeeld naar mayonaise in de, bio, in de bio-shop. En er is geen mayonaise te vinden zonder toegevoegde suiker. En zo zijn er heel veel producten waar er verborgen suikers in zitten. En het is, net, het is net door die massa aan verborgen suikers dat je uiteindelijk in de problemen kan komen met je gezondheid. Ik hoop dat deze informatie jou helpt om zelf stappen te zetten daarin. Als je daar meer informatie wil, mag je gerust contact met mij opnemen. Ik verwijs je ook graag door naar die video's van die Amerikaanse arts. Um, en ik hou ook nog een aantal video's maken met iets meer detail over de fysiologie van suiker, werking van de pancreas, um, uh, hoe dat nu precies zit met metaboolsyndroom syndroom en wat alle processen zijn die erachter zitten. Rest er ons nog om afscheid te nemen en je ja, heel veel goeie te wensen.